Welkom bij een nieuwe Sprite Lab. We gaan vandaag een schietspelletje maken. En in dit schietspelletje kunnen wij bewegen, wij kunnen schieten en wij kunnen onze vijandjes weer afschieten. En als wij winnen, helaas mis ik je net, dan hebben we een scherm als we winnen en we hebben een scherm voor als we verliezen. Dit gaan we vandaag doen. En daarvoor hebben we een nieuwe Sprite Lab nodig. En in deze Sprite Lab gaan wij hem eerst even hernoemen. En in deze Sprite Lab gaan wij noemen schietspelletje. Gewoon om te zorgen dat we dat alvast gedaan hebben. En als allereerste gaan we even de achtergrond instellen. Zet achtergrond. En die achtergrond zet ik in. Als een de ruimteachtergrond. En wij gaan in dit spelletje gaan wij een paar sprites toevoegen. Nou is het zo dat ik net probeerde hetzelfde op te nemen, alleen kreeg ik elke keer problemen. Dus wat wij gaan doen, ik gooi even wat weg, maar dat hoeven jullie niet te doen. En dat komt dus vanuit mijn vorige opname. Wat wij gaan doen, wij gaan een paar kostuums toevoegen. En we gaan ze in één keer allemaal toevoegen. Dat wilde ik eigenlijk niet, maar we gaan ze in één keer allemaal toevoegen. Want bij mij gaat het mis als ik een keer een kostuum toevoeg en later er nog een keer kostuums aan toevoeg. Dus we gaan gewoon vier kostuums toevoegen. Vervolgens dan zou het niet mis moeten gaan. Dus we gaan vier kostuums toevoegen. We gaan vier retro kostuums toevoegen. Wat je doet is, je drukt even op die grote plusknop voor een nieuw kostuum. Dan ga je naar retro toe. En ik kies voor deze speler. Je mag zelf een andere kiezen als je dat fijn vindt. Druk op voltooien en dan hebben wij een nieuwe sprite toegevoegd aan de lijst van sprites hier. Dit gaan we nog drie keer doen. Druk er nog een keer op kostuum. En dan gaan we nog een keer naar retro toe. En ik kies dan deze als eerste vijand. Druk op voltooien. Ik ga nog een keer naar nieuw kostuum. Ik ga nog een keer naar retro. Dan kies ik deze voor tweede vijand. Druk op voltooien. En ik ga naar nieuw kostuum. Ik ga naar retro. En ik even kijken wat ik heb als laatste. Deze heb ik als laatste gekozen. En druk op voltooien. En normaal zou ik dit één voor één doen, maar zoals ik al zeg, net bij mijn vorige opname bleef dit elke keer misgaan en begonnen die plaatjes gebukt te raken. Dus nu doen we het even zo. We hebben gewoon alle vier de sprites die we nodig hebben in één keer als kostuums toegevoegd, zodat we niet meer in dit scherm hoeven te zijn. Dan gaan we terug naar code. En dan gaan wij beginnen met onze spelersprite toe te voegen. Dus we gaan naar sprites. We zeggen nieuwe sprite aanmaken. En onze nieuwe sprite is deze spelersprite. En hier zie je trouwens wat er gebeurde. Mijn sprites werden allemaal heel klein. Dus met deze sprite is precies gebeurd waar ik net elke keer tegenaan liep als ik nieuwe kostuums toevoegde. Ik weet niet of wat er aan de hand is, maar daarom gaan we het nu even op deze manier doen. Als we die nieuwe sprite hebben gemaakt, gaan we die een nieuwe plek geven. Dat doen we door hier te klikken. En onze sprite verplaatsen. De y-waarde moet echt 35 zijn. De x mag ergens rond de 200 zijn. Zolang die y maar 35 is. We plaatsen hem daar. En dan gaan we de sprite gaan we draaien. Dus wij gaan zeggen draai. Onze spelersprite naar links. Met 90 graden. En wij gaan de grootte aanpassen, sprites, en dan wijzig grootte, niet wijzig grootte, set grootte van onze speler naar 50. Helemaal goed. En we hebben twee lessen geleden zijn we begonnen met gedrag te gebruiken. Onze speler gaan verplaatsen. En we hebben al twee manieren geleerd hoe we dat konden doen. We hebben geleerd om dat gewoon apart in te programmeren. We hebben ook geleerd dat je hier bewegen met pijltjestoetsen kan gebruiken. En wij willen wel gedrag hebben. En willen ook wel eigenlijk met de pijltjestoetsen. Maar willen niet naar boven of naar beneden kunnen bewegen. En wat wij gaan doen is, we gaan vandaag leren hoe je zelf gedrag kan aanmaken. Hoe je zo'n eigen blokje kan maken. En kan zorgen dat er dan iets gebeurt. Want
Als je zo'n blokje hebt, bewegen met pijltjes toetsen, als je op pas aandrukt, zul je zien dat daar gewoon code staat. Hier staat gewoon code voor wat er moet gebeuren als je dat gedrag toevoegt aan een sprite. Dat als je omhoog drukt, dat die naar het noorden beweegt. Of dat je omlaag drukt, dat je naar het zuiden beweegt. Of naar links, naar het westen beweegt. Of naar rechts, naar het oosten beweegt. Dit is gewoon een stukje code die al voor is geprogrammeerd. En wat we vandaag gaan leren is hoe we dat zelf kunnen maken. Dus, we gaan naar gedrag toe. We pakken alvast zo'n sprite begint en die zetten we in op onze speler. En dan gaan we terug naar gedrag en dan drukken we hier op maak sectie. We gaan onze eigen groene blokje maken. En dat doen we dus met maak sectie. En die noemen wij beweging speler. En in beweging speler kunnen wij hier alles wat er in dit groene ding staat, gaat de code zijn voor het gedrag. Wat we dan toe gaan voegen aan deze sprite. En dan gaan we als eerste checken of links wordt ingedrukt. Dus we gaan naar logica toe. Pakken we zo'n als blokje. We gooien het tweede deel weg. Die hebben we namelijk niet nodig. Gaan we terug naar logica. En dan gaan we helemaal naar beneden. Hier heb je zo'n omhoog wordt ingedrukt. Die hebben we nodig. Alleen dan zeggen we niet als omhoog wordt ingedrukt. Maar we zeggen als links wordt ingedrukt. En als links wordt ingedrukt, moet deze sprite naar links verplaatsen. Dus we gaan naar sprites toe. En dan gaan we zeggen, even kijken, deze. Die plakken we erin. En dan zien we hier staan, we zouden deze hierop kunnen zetten, op de speler. En dan kunnen we zeggen 5 pixels naar het oosten, naar het westen. En dit gaat werken, 100%. Alleen, stel nou eens, ik wil dit gedrag, wil ik niet alleen voor deze speler gebruiken, voor dit sprite, maar voor meerdere sprites. Dan gaat dit niet goed werken, want ik zeg hier dat als links wordt ingedrukt, dat deze sprite veranderd moet worden. Degene die, het plaatje wat er nu in staat. Maar dat zouden we daar niet willen. We zouden de sprite waaraan het gedrag is toegevoegd. Daarvan willen wij dat als links wordt ingedrukt, dat hij naar het westen beweegt. Dus om te zorgen dat dit voor meerdere sprites bruikbaar is, gooien we die weg en pakken we deze sprite. Die plaatsen we erin terug. En als we dat doen, wordt de sprite waaraan het gedrag is toegevoegd, daar wordt deze code voor uitgevoerd in de plaats van voor standaard deze. Nou. Als we dat hebben gedaan, dan... en wat dus een voordeel is trouwens ook, als we nu de spelersprite veranderen, en hoeven we niet hier terug in dit gedrag te komen om hier die sprite, die we hier zo om dit ding dan aan te gaan passen. Met deze sprite wordt dat ook direct opgelost, werkt dat direct goed. Nou, we willen niet alleen dat hij naar het westen beweegt, we willen ook dat hij naar het oosten beweegt. Dus we gaan terug naar logica. We pakken nog zo'n als blokje. We gooien deze weg. En dan zeggen we bij logica nog een keer zo'n wordt ingedrukt blok. En dan zeggen we als rechts wordt ingedrukt. Nou, dan willen we dat deze sprite naar het oosten gaat bewegen. Dus we pakken nog een keer zo'n blokje bij sprites. Plakken die er hierin. Gooien deze weer weg. En plakken die deze sprite erin. En dan zeggen we 5 pixels naar het oosten. Nu moeten we nog één ding doen. Zorgen dat onze speler niet voorbij de randen kan komen. En dat doen we bij sprites. Helemaal naar beneden. En dan zeggen we randen van blokken verplaatsen. Die zetten we er hierin. We gooien weer deze weg. En zetten deze sprite erin. En op deze manier kan onze speler naar opzij. Oh, nee, nog niet. Wat we even moeten doen, we moeten dit gedrag toevoegen aan onze sprite. Dus we sluiten deze af. We gaan naar gedrag toe. We pakken het bewegingsspelerblokje wat we nu zelf hebben aangemaakt en we zetten die erin. En nu kunnen wij onze speler naar rechts en naar links laten bewegen en kan die niet voorbij de randen. Nou, nu we dit gedaan hebben, gaan wij ook vijanden toevoegen en daar gedrag aan toevoegen. Nou,
Een sprite toevoegen, nieuwe sprite aanmaken. En dan zeggen we onze eerste vijand. Bij mij is dat groene. En nu ga ik hem niet met deze verplaatsen. We gaan deze gewoon een exacte plek geven. We gooien dit gele weg. We gaan naar plaatsen toe. Pakken de derde, locatie X, locatie Y. En die plakken we er terug. Zodat wij zelf kunnen invoeren op welke exacte plek wij hem willen hebben. En ik wil hem op plek 50. Oh, dus 40, dat is niet zo handig. Op X50. En Y 350 hebben. En dan gaan we de grootte veranderen. Set grootte. Van onze groene sprite tot 50. En ook deze sprite willen wij gedrag gaan geven. Wat wij namelijk gaan doen is wij gaan zorgen dat onze sprite de hele tijd naar rechts beweegt. En zodra die bij de rand aankomt, dat die omdraait en naar links beweegt. En zo heen en weer gaat bewegen. Nou, dat doen we dan door te zeggen naar gedrag toe te gaan. Dan zeggen we zo'n sprite begint. Die zetten we in op onze groene sprite. En dan gaan we nog een keer naar gedrag toe en maken we weer een nieuwe sectie aan. We gaan nu de bewegingen voor de vijanden erin zetten. Dus beweging, vijand, vijand. Nou, beweging, vijand. En nou gaan wij voor onze vijand in programmeren dat die moet gaan bewegen. En dat doen wij door naar sprites te gaan en te zeggen het pixels vooruit blok. Dat willen wij hebben. En die plaatsen we erin. En misschien raad je het al omdat we deze voor verschillende sprites gaan gebruiken. Willen we niet deze hebben, maar we willen deze sprite hebben. En nu gaan wij hem niet standaard een aantal pixels laten verplaatsen. Wij gaan dat, wat wij namelijk willen gaan doen, is wij willen gaan zorgen dat onze vijanden verschillende snelheden hebben. En als ik hier 10 pixels of 5 pixels of 3 pixels in zou zetten, zouden ze allemaal altijd met exact dat aantal pixels gaan bewegen. Maar wij willen verschillende snelheden hebben. En het fijne is dat elke sprite een paar eigenschappen heeft. En eentje daarvan is dat elke sprite een bepaalde snelheid heeft. Die staat volgens mij standaard op 5, maar die kunnen wij veranderen. Dus wij gaan deze sprite zijn snelheid laten verplaatsen. Dat doen we door deze weg te gooien, naar sprites toe te gaan, helemaal naar beneden te gaan. En dan zien we hier helemaal onderin een paars blokje. Die hebben we nodig, die pakken we daarin. En dan gaan we zeggen dat deze sprite, die zetten we er daarin, met zijn snelheid vooruit verplaatst wordt. Wij kunnen hier trouwens in het paarse blok kunnen wij ook alle eigenschappen die wij aan kunnen passen van een sprite zien. We kunnen de grootte aanpassen, dat doen we ook wel eens vaker. We kunnen de rotatie, dat is welke kant die opgedraaid zit, aanpassen. Wij kunnen de x-positie, de y-positie aanpassen. De bewegingsrichting, zijn tint, maar ook de snelheid. En die snelheid gaan we dus nu gebruiken. Wij gaan zorgen dat de sprite met zijn snelheid vooruit verplaatst wordt. En door de snelheid dadelijk bij andere sprites op een andere waarde te zetten, kunnen wij zorgen dat ze dus in een verschillende snelheid op en neer bewegen. Als we dit nu aan zouden zetten, dit toe zouden voegen aan onze sprite en aan zouden zetten, gaat onze sprite het scherm uit. Dat willen we niet. Wij willen dat als hij de rand aanraakt, dat hij omdraait en de andere kant op gaat. En dat doen wij door naar logica toe te gaan, dat bovenste blokje te pakken, hieronder te zetten. We gooien weer het tweede blauwe blokje weg. Dan gaan we terug naar logica. En dan pakken wij de twee na laatste. MySprite raakt randen aan. En die MySprite die gooien we weg. En daar maken we deze sprite van. Als deze sprite een rand aanraakt, dan willen wij dat de bewegingsrichting om wordt gedraaid. Dat doen we door bij sprites te zeggen wijzig. En dan pakken we, hier staat grootte, die hebben we nodig. Want wij kunnen niet alleen de grootte wijzigen, wij kunnen ook de bewegingsrichting wijzigen. Oké. En dan moet deze natuurlijk weggegooid worden, want we willen niet van die sprite, maar van deze sprite aanpassen.
En die gaan we instellen op 180. En om te snappen waarom 180, moet ik even wat uitleggen. Als jij een bepaalde kant op kijkt, bijvoorbeeld deze sprite, kijk nu deze kant op. Kijk naar rechts. Als jij wil gaan draaien, dus we staan zo de sprite laten kijken, een rondje laten draaien. En helemaal terug laten komen, terugkijkend weer naar rechts. En dan heeft iemand 360 graden gedraaid. Dan heeft onze sprite 360 graden omgedraaid. We willen natuurlijk niet dat hij een heel rondje draait. We willen dat hij de andere kant op gaat kijken. En aangezien een cirkel 360 graden heeft, een hoek van 360 graden, als wij de helft daarvan willen hebben, als hij dus de andere kant op moet gaan, moeten wij hem met 180 graden laten draaien. En als we dit nu toevoegen aan onze vijand, dan zullen we zien dat hij helemaal naar rechts beweegt en dan omdraait en de andere kant op gaat. Dus we gaan naar gedrag toe. We zeggen nu beweging vijand. Dat voegen we aan jouw jongen toe. En dan drukken we op start. En dan zullen we zien dat hij de rand aanraakt. En weer de andere kant op beweegt. Nou, dit werkt helemaal goed. En aangezien dit goed werkt, gaan we dit even voor twee andere vijanden doen. Dus we gaan wederom een nieuwe sprite maken. Wij gooien die weer weg. We stellen hem in op de tweede, op de paarse. Oké, dan zeggen we weer plaatsen. Een locatie X en Y blokje. En deze gaan we instellen op 100. De X 150 en de Y 300. En vervolgens gaan we ook van deze sprite de grootte aanpassen. De grootte voor deze sprite wordt ook 50. En ook deze sprite gaan wij beweging geven. Dus naar gedrag toe. Sprite begint. Dan zetten we de paarse erin. En dan zeggen we gedrag, beweging, vijand. En op dit moment, als we dit aanzetten, bewegen ze met exact dezelfde snelheid. En dat is natuurlijk niet zo heel erg interessant. Dus wij gaan de snelheid wijzigen. Dat doen we door naar sprites toe te gaan. Te zeggen, wijzig sprite. Dan zeggen we de paarse. En dan zeggen we snelheid. En die wijzigen we met 2. Dan komt er 2 bij. En dan zullen we zien dat onze paarse net wat sneller gaat dan onze groene. En ziet dit er dus ook al veel interessanter uit om te spelen. Nou, dit gaan wij nog een keertje doen. Nog voor een derde sprite. Wij zeggen nieuwe sprite. Dan, deze gooien. Die wil ik ook hebben. Dat komt mooi uit. De gele gooien we weg. Dan gaan we naar plaatsen toe. En zeggen we wederom een locatie X, locatie Y. Dan zetten we deze in op 200. De X en de Y 250. En ook hiervan gaan wij de grote zetten. Set de grootte van deze op 50. En wij gaan de snelheid wijzigen. Wijzig deze sprite, de snelheid. En om de snelheid lager te maken, kunnen wij een negatief getal toevoegen. Door een negatief getal toe te voegen, wordt de snelheid lager. Oh, en dan moeten we natuurlijk ook wel zorgen dat er beweging komt in onze sprite. Dus naar gedrag te gaan en dan sprite begint. En dan te zeggen gedrag, beweging vijand, die erin, oké. Kunnen wij zorgen dat wij dus 3 sprites hebben met allemaal een verschillende snelheid. Speler toegevoegd, vijanden toegevoegd die bewegen. Dan is het nu tijd om te zorgen dat wij onze speler kunnen laten schieten. En dat doen wij door het gedrag van onze speler nog verder aan te passen. Dus we gaan naar beweging speler. We zeggen pas aan. Want op dit moment kunnen wij niet schieten, want we hebben nog niks geprogrammeerd. Maar we willen als omhoog wordt ingedrukt, dat er dan iets geschoten gaat worden. Dat doen we door naar logica toe te gaan. Te zeggen als. En dan gooien we deze weer weg. Dan gaan we naar logica toe. En dan zeggen we als omhoog wordt ingedrukt.
Dan gaan wij zorgen dat er een nieuwe sprite wordt aangemaakt. En helaas ben ik die sprite vergeten toe te voegen helemaal aan het begin. Dus we gaan het nu eventjes moeten oplossen op een wat minder mooie manier dan ik zou willen. We gaan gewoon even een sprite uit de lijst pakken. Wat we doen is, we gaan zeggen een nieuwe sprite aanmaken. Die zetten we er hierin. En dan, ik had dus een mooi dingetje. Ik had een mooi kogeltje, maar dat gaat dus niet werken. Dus pak ik maar even deze. Kies er zelf eentje uit. Misschien pak je een autootje of zo. Dat maakt niet uit. Wij gaan een nieuwe sprite aanmaken op de plek van onze spelersprite. Dus wij moeten deze weg hebben. Weggooien. Dan gaan wij naar, even kijken, locaties, plaatsen toe. En dan zeggen wij deze, het vierde blokje, locatie van. Gooien we die weg. Zetten we deze sprite erin. Dus als omhoog wordt ingedrukt, dan wordt er een sprite aangemaakt. Met deze die er zo uitziet. En vervolgens willen wij de grootte daarvan aan gaan passen. Want anders is die even groot als deze speler. En dat is niet zo heel erg mooi. Dus wij zeggen set de grootte van ons targetje. En die grootte zetten we naar 10. Vervolgens gaan wij zorgen dat die sprite omhoog beweegt. Dus wij gaan naar gedrag. Zeggen een sprite begint. Zetten we eronder. Pakken weer deze erbij. En dan zeggen we het gedrag moving north. Dus dat hij gewoon naar boven beweegt. En dit gedrag betekent dat hij alleen maar naar boven, dat hij gewoon naar boven gaat bewegen. En even kijken. Zo. En als we dit nu starten en we zorgen dat hij naar boven, dan gaat hij ook naar boven. Het geeft wel dat we nu echt heel veel van deze dingen kunnen maken. En dat is niet zo leuk, vind ik persoonlijk in ieder geval. Volgens mij kan je het zelfs indrukken. Ja, dit is geen interessant spel. Dus wat we willen gaan doen, is we willen gaan zorgen dat er maar één zo'n sprite in het spel is. En om dat te doen gaan wij een variabele aanmaken. En de druk op afsluiten. We gaan een variabele aanmaken om bij te houden of er een sprite zo'n sprite is of niet. En dat doen we door naar variabelen te gaan. En bij ze pakken wij zetten. Die zetten we helemaal bovenin. En van i die gaan we veranderen. Hernoem alle i. En die noemen wij mag schieten. En hernoemen. En dus zetten mag schieten. En die gaan wij inzetten op waar. Even kijken. Logica en dan waar. Zo. Ik ga bijhouden of ik mag schieten. En dit kan waar zijn of onwaar zijn. Als het waar is, dan mag ik dus schieten. Als het onwaar is, dan mag ik niet schieten. Dit is een heel veel gebruikt trucje wat we nu gaan doen. Een variabele op gebruiken om iets waar of niet waar te laten zijn. Namelijk, als wij dan naar spelen begint gaan en aanpassen. Op dit moment als ik zeg als omhoog wordt ingedrukt, als dit waar is, dan wordt dit uitgevoerd. Maar wij gaan nu dit niet alleen dit laten zijn, wij gaan twee dingen checken. En dat doen we door naar logica toe te gaan en dit en-blokje te pakken. Dat plaatsen wij bij die als erin. En het omhoog blokje zetten we aan de ene kant erin. En dan zegt die, als omhoog wordt ingedrukt en iets anders. Dus als omhoog wordt ingedrukt en iets anders, dan mag dit uitgevoerd worden. En wat we dan zeggen is, bij logica, dit is blokje, als omhoog wordt ingedrukt en bij variabele mag schieten, en mag schieten is waar,
Dus even kijken, logica. Waar? Hoppakee. Als omhoog wordt ingedrukt, als dit waar is, en mag schieten is waar, dan mag er een nieuwe sprite aangemaakt worden op de locatie van deze sprite. Gaat hij de grootte aanpassen en laat hij hem naar boven bewegen. En als ik dat doe, zou ik zien, ik kan één keer schieten. Nee, ik kan dat niet. Wat is er aan de hand? Oh, ja, ik weet wat er aan de hand is. Oké, sorry. Dit is waar. Nu, dit wordt uitgevoerd. Als deze is uitgevoerd, gaan wij de variabele mag schieten naar onwaar zetten. Dus, zetten mag schieten gaan wij pakken. Die gaan we hier erop zetten. En dan gaan wij naar logica toe. Pakken we deze en die zetten we op onwaar. Dus de eerste keer dat deze wordt ingedrukt en mag schieten waar is, dat is in eerste instantie als zo, dan doet hij dit en dan zet hij mag schieten op onwaar. En als we dat doen, dan kunnen we maar één keer schieten. En daarna niet meer. Dus zolang deze er is, kan ik niet meer schieten. Maar nou wil ik, dat is heel mooi, dus ik kan maar één keer schieten, maar ik wil natuurlijk wel weer kunnen schieten als ik of een vijand raakt, of mijn kogeltje het scherm uit is bewogen. En om dat te kunnen doen, gaan wij die moving north, dat moving north gedrag aanpassen. Want op dit moment zorgt deze moving north alleen maar dat deze sprite met de snelheid naar noorden verplaatst. En wat wij nu gaan doen, is wij gaan zorgen dat als die de rand aanraakt, dat we deze sprite verwijderen. En dat mag schieten weer op waar komt te staan. Dus dan zeggen we logica. Dan zeggen we als. Gooien we die weer weg. Gaan we terug naar logica toe. En dan zeggen we raakt randen aan. My sprite gooien ze weg. Deze sprite doen we erover terug. Als deze sprite de randen raakt, dan gaan we deze sprite verwijderen. Dus bij sprites, en dan 1, 2, 3, het vijfde blokje. Deze gooien we weer weg, daar plaatsen we deze sprite voor terug. Oké, dus als de kogel de randen aanraakt, moet die verwijderd worden. En wij gaan onze variabele zetten, mag schieten, gaan wij terug op waar zetten. Logica. En dan waar. En als we dit doen en dit afsluiten, zullen we nu zien dat we kunnen schieten. Niet kunnen schieten, net zolang tot de rand aan wordt geraakt. Dus op deze manier kunnen wij zorgen dat wij dus maar en dat wij één keer kunnen schieten en pas weer kunnen schieten als de rand wordt aangeraakt. Nou, hoppakee. En daarvoor is zo'n variabele als zet mag schieten heel erg fijn om te gebruiken. Nou, nu hebben we een kogel. Nu willen we natuurlijk zorgen dat we onze vijanden kunnen raken. En dat doen wij door de beweging van de vijand aan te gaan passen. Dus we drukken op bij beweging vijand, drukken we hier op pas aan. Dan passen we het voor alle vijanden aan, want we veranderen nu gewoon het gedrag beweging vijand. En dan gaan wij checken of deze sprite ons kogeltje aanraakt. Dus, dan gaan we naar logica toe. Pakken we die als. Zetten we erin. Deze gooien we weg. En dan pakken we een raakt. Even kijken. Deze sprite raakt. Dat zit dan, denk ik, bij sprites. Ja, helemaal onderin. Bij sprites, als je helemaal naar beneden gaat, staat er raakt. En die hebben wij nodig. Als de ene sprite de andere sprite raakt. Als deze sprite het kogeltje raakt. Dus we gaan naar sprites toe. Helemaal terug naar boven. En dan hebben we die nodig. En die zetten we in op dat kogeltje waar we hebben gekozen. Als deze sprite de kogel raakt. Dan moeten wij gaan zorgen dat er wat dingen gebeuren. Het eerste wat we gaan doen is zeggen dat we de sprite gaan verwijderen. Dus bij sprites pak je zo'n verwijderblokje. Gooi die weg en dan zeggen we deze sprite weer. Want ik weet niet of ik deze sprite raak, of die sprite raak, of die sprite raak. Ik wil dat de sprite die geraakt wordt,
dat die verwijderd wordt en niet een van de andere daarvoor gedaan die deze sprite. Dan gaan wij ook de sprite kogel verwijderen. We gaan zeggen deze zetten we eronder en dan zeggen we dat de sprite kogel sprite verwijderd wordt. Nou, als ik op start druk en ik klik hem aan en dan mis ik natuurlijk mijn eer. Oh ja, die werkte. Oeh, maar nu vergeet ik één ding. Hij werkt, alleen we kunnen niet meer schieten. En dat klopt ook, want onze kogel komt nooit tegen de rand aan, dus mag schieten wordt niet terug op waar gezet. Die moeten wij hier ook weer op waar zetten. Dus we gaan naar variabelen toe, zetten mag schieten. En die gaan wij terug op waar zetten. Bij logica, waar blokje. Ik ben het opnemen. Zetten mag schieten, zetten wij op waar. Nou, en als we dat doen en wij raken een speler, hopelijk raken we direct één. Kom, hup. Nou, dit is toch wel heel juist. En zodra ik eentje heb geraakt of ik raak de rand aan, dan mag ik weer schieten. Nou, dat hebben we helemaal goed gedaan. Even kijken. En dan kunnen wij in ieder geval dus zorgen dat wij onze dingen raken. Dan gaan wij nog een score toevoegen. Even kijken. Dan gaan we deze eerst afsluiten. En dan gaan wij een score toevoegen aan ons spelletje. En dat score doen wij door eerst een variabele aan te maken. Even kijken. Zo, dan zeggen wij zetten. En even heel belangrijk, als je nu zegt deze, we gaan niet hernoem alle mag schieten, we gaan deze variabele hernoemen. Hernoem deze variabele en die gaan wij noemen score. Zeggen we maak. En wij zetten score op 0. Even kijken, dat is bij wiskundigen 0. Wij zetten onze score in eerste instantie op 0. En dan gaan wij zorgen dat als wij een van onze vijanden raken, dat dan de score erbij op wordt geteld. Dus wij gaan de beweging van de vijand aanpassen. Beweging vijand. En dan gaan wij zeggen dat de score wordt aangepast. Dus wij wijzigen de score. Even kijken, variabelen. Wijzigen, hier de bovenste. Bij variabelen de bovenste. Wij wijzigen onze score met 1. Dus er wordt er eentje bij opgeteld. En dan gaan wij zorgen dat dat gezegd wordt door onze spelersprite. Even kijken. Dat is zegt. Ja, bij sprites. Het zegt blokje. Oké. En dan zeggen wij onze speler. Onze spelersprite. Die zegt, even kijken, dan hebben we een variabele nodig. Even kijken, deze, het tweede blokje, die gaan we voor die hallo wereld zetten. Zetten we zo in. En dan kiezen wij scoren. En zeggen we daarbij in dat stukje erachter, spatie, punten. En ik doe dat voor 2 seconden. Als je dat wat langer wil doen, dan mag je dat zelf weten. Nou, zo houden we dus bij hoeveel punten we hebben gescoord. Maar dan willen we ook kunnen winnen. Dus dan gaan we checken of de score 3 is. Als de score 3 is, dan hebben we alle 3 onze vijanden afgeschoten. Dus bij logica. En dan hebben we weer een als blok. En nu laten wij een keer deze erin staan. Dit als blok moet ook echt in dit andere blok zitten. Want we willen, als die geraakt wordt, dan willen we alleen maar checken of de score 3 is. Nou. Daarvoor hebben we een variabele score nodig. Die zetten we erin. En wij hebben een wiskundige nodig. Deze. Die nu 0 is, maar die gaan we op 3 zetten. Wij willen checken of de score 3 is. En als dat zo is, dan gaan wij verschillende sprites verwijderen. Wij gaan beginnen met de 3 vijanden. En voor de zekerheid. We gaan de 3 vijanden verwijderen. Even kijken. Sprites.
drie maal. Dan verwijderen. En dan pakken we het tegen de vijandjes. En die verwijderen we allemaal. Daarnaast gaan wij zeggen dat onze sprite verplaatst moet worden. Even kijken. Sprite ga naar heet die. Deze hebben we nodig. En dan zeggen we dat onze spelersprite niet naar een willekeurige locatie gaat. Maar een plaats die wij zelf op willen geven. Locatie XY. En dan zeggen wij 200, 200. Want misschien weet je nog dat 200, 200 het exacte midden is in ons scherm. We gaan ook zorgen dat onze speler niet meer kan bewegen. Dus bij gedrag pakken wij het sprite stopblokje. Die zetten we erin. En dan zeggen we dat onze speler stopt met het gedrag bewegingsspeler. Zodat hij niet meer kan bewegen en gewoon lekker in het midden staat. Daarnaast gaan we de achtergrond even aanpassen. Stel achtergrondkleur in. Ik laat die. Ik vind deze groene kleur niet zo mooi. Ik vind deze groene kleur mooier. Maak een kleur die je zelf mooi vindt. En als laatste zetten wij een titelscherm erin. Wereld. En dan toon titelscherm. En dan zeggen we. Goed gedaan. Je hebt gewonnen. Oké. Nou, en als we dat hebben gedaan, dan kunnen we dus het spel ook winnen. Zo, gaan wij, en dan gaan wij het hier laten. Waar ik had nog in mijn ander spelletje was op de, liet deze ook nog bommen vallen, maar daarvoor gaat, dan gaat de stream ietsjes te lang worden. Dus we gaan het hierbij laten. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat het allemaal is gelukt. Check ook nog eventjes of het allemaal goed gegaan is, of je alle vijandjes kan afschieten. En maar mocht je vragen hebben, kun je ze natuurlijk altijd stellen. Oké. Nogmaals bedankt en tot ziens.